Aloha, vandaag de Pono Tenor in pineapple vorm. Ja, die klankkast die is perfect geschikt voor een lage G. En ik heb even de beste lage G opgezet die hierbij past. Die heb ik, verkoop ik ook in mijn winkel. Hij is van mangohout. Heel mooi mangohout. Hij is glans afgewerkt zoals je ziet. Hij heeft een heel kleine versiering rond het klankgat. En een mooie donkere toets, dat zie je weinig. Dat is best een soort luxe. Dat is ebbenhout. Hier zit ook een ebbenhouten plaat nog op de headstock. De hals is mat, dus dat speelt heel lekker. Hier zit nog een versiering op de hiel van de hals. Het is echt een mooi instrument. Een wat hogere klasse, zeg maar. En dit is een tenor. Ik zal even laten horen hoe die klinkt in combinatie met die lage G. Het is echt wel heel goed geschikt voor deze lage G. Snaren die erbij zitten nu zijn nylon snaren, titanium snaren. Die geven ook nog eens een soort warme klank. Je kunt deze ook nog wat meer laten sprankelen als je hier fluor carbon snaren op zou leggen. Maar de lage G is super geschikt voor dit instrument. Ik verkoop hem ook als low G instrument. Bedankt voor het kijken. En Pono. Het is een dure klasse van Pono. Het is geen instappertje. Bedankt en tot ziens.